Roy en Annick, die bekend zijn van het programma Over Mijn Lijk, hebben een moeilijke tijd achter de rug. Tijdens de feestdagen moest hun zoontje Scott met spoed naar het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Hij bleek meerdere infecties te hebben, waaronder een oorontsteking. Gelukkig kregen ze maandag goed nieuws, Scott wordt volgende week geopereerd om zijn neus en keelamandelen te verwijderen. Ze hopen dat dit hem zal helpen om beter te slapen en te ademen. Roy en Annick kijken uit naar een rustigere periode thuis. Roy heeft zelf ook een zware strijd te voeren. Hij leidt aan een ongeneeslijke hersentumor, die zijn gezondheid en persoonlijkheid heeft aangetast. Hij staat op het punt om een intensieve behandeling te ondergaan, die ver van huis plaatsvindt. Hij vindt het moeilijk om zichzelf te zijn en zijn dierbaren te steunen. Annick zegt dat het een uitdagende tijd wordt, maar dat ze veel steun krijgen van hun vrienden en familie. Ze blijven positief en doen het samen.